Wat is er mis met Frank? Frank, ben je wel in orde? Oh nee, wat gaan we doen in Car City zonder onze brandweerwagen? Wat gebeurt er, Gary? Er is een brand bij de snoepwinkel. Maak je geen zorgen, Frank. Supertruck gaat ervoor zorgen. Tijd om te transformeren. Super brandweerwagen, schiet de hulp. Supertruck, naar de snoepwinkel. Maak je geen zorgen, Carrie. Hulp is onderweg. Wat kun jij hier aan doen, Supertruck? Dat zal het vuur wel blussen. Carrie is in gevaar. Schiet op. Laten we gaan. Je bent bijna klaar. Carrie ziet er al beter uit. Goed werk, Supertruck. Je zult snel weer beter zijn. Oh nee, Ben heeft een auto-ongeluk gehad. Je moet ingrijpen. Supertruck is hier om je te helpen. Als Ben niet stopt, kunnen we hem niet helpen. Snel, het vuur! Goed werk! Ga nu Ben maar helpen. Hoe voel je je, Ben? Ben kan niet meer bewegen. Ben moet naar het ziekenhuis gebracht worden. Tijd om de ST-3000 te gebruiken. Met de superkraan kun je Ben naar het ziekenhuis brengen. Laten we gaan. Ik denk dat de babytijger niet naar beneden kan komen. Je moet hem helpen. Kijk uit! Gebruik je slang. Vertrouw Supertruck. Ga naar de slang. Oh nee, nog een vuur. Heel het stadhuis is in gevaar. Oh nee, dit vuur is erg groot. Het ziet ernaar uit dat je deze niet in je eentje aan kunt. Frank, ben je weer in orde? Help Supertruck. Hij moet het vuur zien te blussen. Het werkt. Heel goed gedaan. Nou, de plicht moet. Goedemorgen, Massimo. Hoi, Carl. Oh, zoek je nieuwe velgen voor je moeder? Natuurlijk, het is moederdag. Oh, zo te zien krijg je een speciaal verzoek, Carl. Ga maar snel naar huis. De kleintjes hebben Karin gevraagd om cupcakes te maken, maar haar machine is op hol geslagen. Hij slingert grote deegballen in het rond. Het kan gevaarlijk zijn. Kan jij helpen, Carl? Perfect! Laten we gaan.
Kijk uit, Supertruc. Houd vol, Karin. Supertruc gaat je helpen. Wauw, je bent Super Karin. Je beschermt de kleintjes voor het gevaar. Oh jee, Supertruc. Hoe ga je dit stoppen? We geloven in je, Supertruc. Waarin ga je transformeren? Supertruc, je bent een stoomwals. Dat was indrukwekkend, Supertruc. De machine raakt oververhit. Doe iets, Supertruc, voordat hij ontploft. Als je iets weet om hem van deze gekte te stoppen, dan is het nu tijd voor actie. Snel, Supertruc. Wauw, hij is bevroren. Ongelooflijk, dat scheelde weinig. Snel, Supertruc. Het is gelukt, Supertruc. Je hebt bevroren thee gemaakt en de dag gered. Karin en de kleintjes vragen of je samen met hen thee wil drinken, Supertruc. Bedankt voor je hulp, Supertruc. We konden Moederdag niet vieren zonder jouw hulp. Je hebt echt de dag gered. Karin heeft iets speciaals voor je. Geen zorgen, Supertruc. Karin heeft niet jouw platgewalste deeg gebruikt. Ze had deeg in haar koelkast en heeft een mega cupcake gemaakt voor jou en je moeder. Fijne Moederdag allemaal. Wauw, Massimo. Dat was ongelooflijk. Oh, hoi Carl. Is het nu jouw beurt? Iemand heeft je hulp nodig, Carl. Zet de stunttraining maar even op pauze en ga snel naar huis. Het is Karin. Ze is bij de eendenwedstrijd bij het kanaal. Zo te zien zitten de eendjes vast in het water en ze beginnen een grote berg te vormen. Oh nee, als het water overloopt, ontstaat er een overstroming. Het water stijgt en stijgt, Carl. Kan je helpen? Perfect, laten we gaan. Er zijn zoveel eendjes opgestapeld. Hoe kan je dit nou oplossen? Moet je al die rotzooi in het kanaal zien? Wat ga je nu doen? Waarin ga je transformeren?
Je bent een super vuilnisauto. Fantastisch. Niemand moet afval in het water gooien of op de grond. Daarvoor zijn vuilnisbakken. Je moet sneller werken, Supertruc. Het water stijgt echt heel snel. Phew, dat scheelde weinig. Goed werk, Supertruc. Nu is het kanaal weer helemaal schoon. De rubber eendjes kunnen nu weer bewegen. En het water zakt weer. Oh nee! Een kleintje probeert een eendje met zijn wiel te duwen. Hij gaat vallen. Snel! Hij kan niet zwemmen. Phew! Hij heeft een zwemvest aan. Het is in orde. Het is je gelukt, supervuilnisauto. Goed gedaan. Hier is een prijs, Supertruc. Je hebt ons geleerd dat we vuil niet op straat moeten gooien. Zo behouden we een schone, gezonde planeet. Een sloopwedstrijd. Veel plezier. Jullie zijn heel goed in muren omgooien. Iemand heeft je nodig, Carl. Ga maar naar huis. Het zijn Karen en Ben bij de boerderij. Ze kijken bezorgd. Kijk, Mino. Wat was dat? Is dat een T-Rex-boot? Ze hebben je hulp nodig. Snel, laten we gaan. Supertruc is er voor hulp, jongens. Er is geen reden voor paniek. Waar is de T-Rex nu? Is hij in een doolhof gegaan? Wow, daar is hij! Supertruc, wat moet je nu doen? Ga je transformeren? Perfect. Je kunt dit, Supertruc. Laat maar zien wie de baas is. Een superveertruc. Dat is een goed idee. Achter hem aan, Supertruc. Waar is hij nu? Kijk uit! Phew, dat was spannend. Ben, Karin,
Supertruc probeert te zeggen dat de T-Rex maar speelgoed was. Het goede nieuws is dat hij bijna uit het doolhof is. Het slechte nieuws is dat hij vaart maakt, maar een beetje gek wordt. Oh, wat is er, Karin? Oh nee, hij ligt een kleintje in de tuin te slapen. Hij gaat achter het kleintje aan. Het is gelukt, Superveertruc. Bedankt voor het redden van de dag, Supertruc. Autostad is blij deze medaille aan je uit te reiken voor alles wat je hebt gedaan. En Karin heeft een picknicklunch gemaakt, zonder de dinosaurus. Geniet van je lunch. Oh nee, dat ging niet goed. Slechte landing gehad, Rocky. Kijk eens aan, Rocky. Dr. Supertruc staat klaar voor hulp. Iemand heeft je hulp nodig, Supertruc. Laten we gaan. Het is een belangrijke missie, Supertruc. Het grote T-Rex-standbeeld kan elk moment vallen. En Chad heeft het zwembad beschadigd en nu spoelen alle ballen weg. Je moet daar snel naartoe gaan om de kleintjes te beschermen. Ja, het gevaar lijkt te zijn geweken. Maar het zwembad is leeg en de kleintjes kunnen niet meer spelen. Oh nee, hij valt! Kom op, Supertruc, harder duwen! Ja, je moet in een sterk voertuig transformeren. Ja, je bent sterke Supertruc. Gelukkig viel je niet op de kleintjes. Oké, de ballen zitten weer in de bak. Nu kan je de bak repareren. Hoe ga je dat doen? Met de ST-3000? Goed gedaan, Supertruc. Wil je de dinosaurus ook optillen? Wauw, wat een kracht. Goed gedaan, Supertruc.
veel plezier allemaal. Tot de volgende keer. Hoi, Carl. Oeps, sorry, Carl. Volgens mij is er een probleem. Ga maar snel kijken wat er is. Zo te zien hebben de kleintjes een verjaardagsfeestje. Oh nee, de slingers staan in brand. De kleintjes zitten vast. Oké, ga ze redden. Hoi kleintjes, Supertruc is er om jullie te redden. Inderdaad, je moet het nu repareren. Goed idee. Een brandweerwagen kan de kleintjes redden. Kleine Spider-Man gaat je helpen. Ja, de kleintjes zijn veilig. Nu moet jij nog in veiligheid komen, kleine Spider-Man. Oh nee, toen je even niet oplette, is het vuur zich gaan verspreiden. Supertruc, snel! De ST-3000, natuurlijk! Hij is nu nog krachtiger. Supertruc, volgens mij moet je stoppen. Bye.
Inderdaad, Supertruc. Deze locatie is veel geschikter voor een superheldenfeestje. Hey kleintjes, wie is jullie favoriete superheld? Supertruc, dat is lief. Wauw, goeie truc, kleine Rocky. Leer je kleine Rocky om te vliegen? Dat klinkt als een spoedgeval. Ga maar snel even kijken. Zo te zien waren Bobby en Tom aan het vissen. Oh nee, zijn dat haaien? Carl, je moet gaan om Bobby te redden. De haaien zaten achter Bobby aan. Dat gaat niet werken, denk ik. Inderdaad, je moet kunnen zwemmen. Je hebt ze, Supertruc. Volgens mij willen de haaien niet luisteren. Een voetbal? Ik volg je niet. Ja, je hebt hem! Oh-oh. Dat zal ze leren. Phew. Bobby, je mag nu stoppen. Oh nee, de brug gaat dicht. Bobby gaat zich zo bezeren. Tom, kan jij naar de brug rijden om Bobby te waarschuwen? Voorzichtig, Supertruc. Je hebt maar één kans. Bobby, je moet wel kijken waar je naartoe vaart.
Haha, geen zorgen. Het is maar een speeltje. Hoi Carl, hoi Karin. Laat je Carl je nieuwe fruitcocktail proeven, Karin. Wauw, volgens mij vindt hij het lekker. Iemand heeft je hulp nodig, Carl. Ga maar snel naar huis. Het is Janice. Ze kijkt verschrikt. Waar kijkt ze naar? Er is iets mis met het reuzenrad. Hij beweegt en Janice staat eronder. Er zitten ook auto's in het reuzenrad. Als hij valt, valt hij op Janice. Je moet ze onmiddellijk helpen, Carl. Snel! Er zijn zoveel auto's hier. Je kan bijna niet over de auto's heen kijken. Daar is Janice. Je moet bij haar komen, Supertruc. Gebruik je supertoeter. Uit de weg. Dit is een spoedgeval. Ze is verstijfd van de angst. Als je ons hoort, Janice, Supertruc is hier om je te redden. Oh nee, de fundering beweegt. Je moet iets doen, Supertruc. Je bent een super bokshandschoen. Dat is ongelofelijk. Snel, het reuzenrad beweegt weer. Duwen, super bokshandschoen. Je kunt het. Phew, het is gelukt. Janice, gelukkig ben je in orde. Wat is er, superbokshandschoen? Oh nee, het publiek is in paniek. Je moet ze kalmeren, anders komt het reuzenrad weer van zijn fundering. Superbokshandschoen heeft je hulp nodig om iedereen te kalmeren, Janice. Goed gedaan, je hebt de aandacht. Iedereen, stop! De fundering moet worden gemaakt. Gebruik je ST-3000. Snel, het reuzenrad beweegt. Het is gemaakt. Iedereen is dankbaar, Superbokshandschoen. Goed gedaan, Supertruc. Nu kan je het vieren met een welverdiende fruitcocktail. Je vindt de sap echt lekker, of niet? Proost! Hoi Carl en Massimo. Wat een mooie dag om te strandvoetballen. Het gaat er serieus aan toe. Iemand heeft je hulp nodig, Carl. Ga maar snel kijken. Uh-huh.
Rocky en kleine Rocky zijn bij het vliegveld. Ze kijken verschrikt. Waar kijken ze naar? Oh nee, het is Babs. Ze wordt weggesleept door al die ballonnen. Ze stijgt hoger en hoger. Wat als ze naar de toren vliegt? Ze heeft hulp nodig, Carl. Supertruck is er voor hulp, jongens. Daar is Babs. Heeft ze een astronautenpak aan? Heb jij haar geholpen om naar de maan te vliegen? Met ballonnen? Wacht, de antenne valt. Maar Babs vliegt nog steeds weg. Rocky, beweeg. Oh nee, hij is verstijfd. Ga je transformeren? Perfect. Snel! Een super grijptruc. Denk je dat je hem kan vangen? Huh? Rocky, het is te gevaarlijk. Stop! Oh nee! Supertruc, ongelofelijk! Haha, laten we de kleintjes naar beneden halen. Maar hoe? De laser? Supertruc, is dat niet een beetje gevaarlijk? Nou, het is een knallende gebeurtenis, maar het werkt. En weer een dag gered, Supertruc. Neem je Babs mee naar de uitkijk, zodat ze naar de lucht kan kijken en zich in de ruimte kan wanen. Dat is heel erg aardig. Zijn jullie aan het volleyballen? Het verbaast mij dat jullie niks doen voor Piratendag. Wacht, waren jullie het vergeten? Volgens mij word je geroepen. Ga maar snel kijken wat er is. Oh, inderdaad. Het is Piratendag. Amber heeft een schatzoektocht georganiseerd voor de kleintjes. Zo te zien kunnen ze de schat niet vinden. Je moet ze helpen zoeken. Hoi kleintjes, Supertruc is er om jullie te helpen. Hoe bedoel je? Hij is er nog niet klaar voor. Dit is voor jou, Supertruc. Perfect!
Maar volgens mij heb je nog één ding nodig. Laat je beste arrr horen. Wauw, net een echte piraat. Laten we de schat zoeken. Inderdaad, je moet transformeren. Als je gaat springen, kan je over de hele speelplaats heen kijken. En springen maar! Inderdaad, geen schat hier. Kleintjes, hebben jullie al in de tunnel gekeken? Wat doe je nu? Je moest helpen de schat te vinden. Oh, aha. Je wilde een goed uitzicht hebben. Kleintjes, hebben jullie al op school gekeken? Amber, kan je even aan de kant gaan? Oh nee! Je moet iets doen om ze te vangen. Precies op het juiste moment. Kan je helpen de munten uit te delen? Wat ga je hier eigenlijk precies mee doen? Oh, het zijn chocolademunten. Wat gaan jullie met de schat doen? Willen jullie nog een zoektocht doen? Waar ga je de schat verstoppen? Oké, dat zien we de volgende keer. Doeg! Hoi, Carl. Carl? Iemand heeft je hulp nodig, Carl. Ga maar snel naar huis. Het is Jerry. Hij zit vast op de brug. Arme Jerry, kijk zo bang. Daar is Mathilda. Waar als Jerry probeerde te springen toen de brug openging. Hij dacht dat hij wel aan de andere kant kon komen. Kan je helpen, Carl? Perfect. Laten we gaan. Blijf daar, Jerry. Supertruc is er voor hulp. De brug is gestopt. Als de brug weer begint, valt Jerry daarvan af. Oh, perfect! Mathilda houdt de anderen op veilige afstand. Ga je in het water springen? Oeh, waarin ga je transformeren? Thank you.
superboot. Te gek. Oh nee, de brug begint te bewegen. Superboot gaat je helpen, Jerry. Blijf kalm. Sluit je ogen, Jerry, en denk aan iets lekkers. Misschien een ijsje op het strand? Laat de beweging je kalmeren. Ziezo, rustig en kalm. Het gaat heel goed, Jerry. De brug beweegt. Het lijkt dat Jerry gaat vallen. Snel, superboot. Jerry gaat vallen. Waar denk je aan, superboot? Ga je je ST-3000 gebruiken? De ST-3000 magneet. Goed bedacht. Phew, wat een opluchting. Het is gelukt, superboot. Iedereen is in orde, Jerry. Bedankt voor je hulp, supertruc. Ga het maar vieren met een lekker ijsje, jongens. Geniet ervan. Wat een mooie dag voor een schoolreisje naar het park. Een balletje trappen is zeker leuk. Oh, iemand wil niet samen delen. Hij gaat er vandoor in het park. Waar is hij naartoe? We kunnen maar beter supertruc bellen, Lily. Hoi jongens, dat ziet er leuk uit. Maar Lily heeft je hulp nodig, Carl. Een van de baby's heeft zich verstopt in het park. Kan jij helpen? Supertruc is hier om te helpen, Lily. Kun jij de baby ergens zien? Maak je geen zorgen. Supertruc zal hem wel vinden. Daar, zou dat hem zijn? Oeps, dat is hem niet. Dit is een groot park, supertruc. Misschien kun je transformeren. Een raceauto. Goed idee. Moet u toch ergens zijn? Daar is hij, bij de brug. Het is oké, baby. Super raceauto zal je wel terugbrengen. Babyauto wil nu wel delen. Oh, de bal is in de boom. Kun jij hem naar beneden halen, supertruc? Goed zo, super raceauto. Mik de andere bal.
zullen we de ST-3000 gebruiken. Hé, Daar ga je. Je bent aan het delen. Goed werk, baby's. Speelgoed is altijd leuker als je deelt. Of niet zo'n super raceauto. Bedankt dat je de baby's hebt leren delen, supertruc. Lily heeft een lekkere cupcake voor je gekocht. Zou je hem willen delen? Het is een prachtige zonnige dag. Perfect om op het land te werken. Toch, Babs? Oh nee! Deze lege fles werkt als een vergrootglas. Hij heeft brand veroorzaakt. Carl, er is een brand op de boerderij. Je moet er naartoe. Snel! Oh nee! Het vuur heeft zich verspreid. Supertruc, welke transformatie ga je kiezen? Iets dat brand kan blussen? Hey. Natuurlijk! Babs, je bent nu veilig. Je kan uit de buurt van het vuur gaan. Oh nee, je hebt geen water meer, Supertruc. Kijk, Supertruc, daar kun je je water bijvullen. Wat is er gebeurd, Babs? Je kunt Ben niet vinden. Waar is hij? Hier is Ben. Hij slaapt en hij heeft niet in de gaten dat er een brand is. Supertruc, Ben is in het doolhof, maar we weten niet precies waar. Je moet hem snel vinden. Yes, tijd om de ST-3000 te gebruiken. Ga je gang, Supertruc. Hier, Ben is achter deze ronde heg. Maar hij slaapt nog en het vuur is overal omheen. Ben, wakker worden. Er is een brand. Laten we hier snel wegwezen. Phew, dat was bijna flink misgegaan. Bedankt, Supertruc. Je bent een held. Oh, kijk daar eens. IJskoude sinaasappelsap. Dankjewel, Supertruc. Jij bent de grootste held. Wat is dit leuk? Hey baby, willen jullie verstoppertje spelen? Willen jullie samen spelen? Wat jammer. Volgens mij willen ze niet met je spelen.
Laat Walter zijn nieuwe boemerang zien, Carl. Laten we even stoppen met spelen. Iemand heeft supertruc nodig. Hey baby's, hebben jullie je vriend ergens gezien? Nee, dat is niet zo goed. Ik hoop dat hij niet verdwaald is. Supertruc, laten we dit onderzoeken. Oh nee, wat gaat er gebeuren? Oef, dat scheelde niets. Kijk, supertruc, wat is dat? Er achteraan. Oh nee, de baby heeft de snelheid verhoogd. Baby's zijn in gevaar. Snel, supertruc. Gebruik de ST-3000 om ze te redden. Goed gedaan, supertruc. Kijk, daar is hij. Waarom heb je dit allemaal gedaan, baby? De andere baby's gingen liever plezier maken met attracties, liever dan spelen met jou? Het is oké, maar je moet je excuus aanbieden aan de andere baby's, omdat je ze in gevaar hebt gebracht. Goed gedaan, supertruc. Je hebt het raadsel opgelost en de dag gered. Tot de volgende keer. Het is Halloween in Autostad. Iedereen doet mee met Snoep of je leven. Hoi kleintjes, mooie kostuums. Wat is dat? Oh nee, kleintjes. Heeft iemand jullie snoep gestolen? Krokomeel! Hij ontsnapt! Carl, laten we hem vangen. Kijk, daar is hij. Uh-huh.
Een stoomwals. Goed idee. Hoi Ben, heb jij krokomeel gezien? Heb je een plan, Supertruc? Gebruik je ST-3000! Een bestuurbare helikopter! Wow. Raad eens wie er weer terug is, kleintjes. Goed gedaan, Supertruc. Je hebt Halloween gered.